Telesuur bekijkt diverse oplossingsmodellen voor de toegankelijkheid van internet op scholen, maar ook voor schoolgaanden die afstandonderwijs moeten volgen. Tijdens een ontmoeting gisteren met president Chandrika Prasad Santokhi, vice-president Ronnie Brunswijk en TCT-minister Albert Jubitana zijn de zorgpunten van de regering op dit vraagstuk bekendgemaakt aan de leiding van het telecombedrijf. Het staatshoofd heeft laten weten dat in deze crisis scholieren toegang moeten hebben tot internet. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil daarom ook dat elke school voorzien is van een internetverbinding. Telesuur-directeur Mike Antonius begrijpt het zorgpunt van de president en laat weten dat het bedrijf samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur verschillende oplossingen zullen uitwerken.